een voorbeeld van een meerstapsvergelijking is volgende vergelijking. Hier staan breuken in, dus ook dit gaan we moeten proberen weg te werken. Je hebt daar twee methodes van. Dit is de eerste methode. Je kan gaan vermenigvuldigen met de kleinst gemeenschappelijke veelvoud van de noemers die er al staan. Dus van 3 en van 4. Het kleinst gemeenschappelijk veelvoud van die noemers is 12. Dus je gaat eigenlijk je linkerlid en je rechterlid vermenigvuldigen met 12. Wat krijg je dan? Dus het is de bedoeling dat je links en rechts vermenigvuldigt met 12. Hier voer je dan de distributiviteit toe. Dus je gaat 12 keren de x hebben. 12 keren je min 1 derde x. En ook eens 12 keer je min 1 vierde x. Ook aan de andere kant 100 maal 12. En dan kan je eigenlijk al direct uitrekenen. Is 1200. Dit moet je nu nog gaan vereenvoudigen. 12 maal x, dat blijft gewoon 12 maal x. 12 eerste maal 1 derde, dat is 12 gedeeld door 3. Dan hou je nog min 4 x over. Hier ook 12 eerste maal 1 vierde is 12 gedeeld door 4 is min 3 x, hou je nog over, is 1200. En dan heb je een volledige vergelijking zonder breuken. Stap 1, kijk wat je kan samentellen. Dus ik heb hier staan 12 x min 4 x min 3 x is 8 x, is 5 x dat ik hier heb in het linkerlid en 1200 in het rechterlid. Van 5x naar 1x gedeeld door 5. En dan moeten we dat ook doen in het rechterlid gedeeld door 5. En dat is nog altijd 200 plus 4, 240.